Voor aanvang eten de Walen en Vlamingen nog broederlijk samen. Straks wordt het podium in Deurne de arena voor een verbale taalstrijd met onderwerpen die het publiek mag aanbrengen. Waar speelt deze scène zich af? Waar komen ze elkaar tegen? Je moet zeer ad rem zijn, dus je moet zeer snel weten waar je aan toe bent. Je moet zeer snel een situatie kunnen inschatten en dan moet je grappig zijn. En dat komt eigenlijk neer bij onze show. Het is echt de bedoeling dat de mensen kunnen lachen vanavond. Twee topteams treden aan, de Vlaamse Lunatics en het Waalse FBIA, dat internationaal aanzien geniet. Ik ben hier komen wonen sinds vandaag. Ik heb gehoord dat je hier gewoon 45.000 euro kan krijgen, zomaar van het stadsbestuur. Wij spreken Nederlands, maar er is een groot verschil tussen spreken in Nederlands en improviseren in het Nederlands. Dat gaat rapper, dus het is inderdaad heel moeilijk, maar we gaan toch heel veel fun hebben. Breng me maar naar de kelder, ik zal de kinderen gaan zien. Oh, maar ze zijn in een kooi. Ja, natuurlijk. Je hebt aan alles gedacht, dat is zeer goed. Is de voorstelling toch niet het moeilijkst voor de Franse collega's? Want ze is basically in het Nederlands, denk ik. Hè? Die is hoofdzakelijk in het Nederlands. Natuurlijk is dat voor hen ietsje moeilijker om te volgen. Maar wij hebben het ook al zwaar te verduren gekregen in het Waalse landsgedeelte. Dus ja, voor hen is het vandaag zwaar en voor ons is het de volgende keer zwaar. Zeg nog één keer, lieve vrouwen, Doren. Oh, maar. Dankjewel!